Voor de voetbalsjaalliefhebber liefhebber moeten zolder van Rob Vonk uit Utrecht de hemel op aarde zijn. Voetbal wel ja. Verzameling voetbalsjaals. Dat is in de uh, loop der jaren opgebouwd. Rob begon als kind met een sjaaltje van FC Utrecht. Maar na 40 jaar verzamelen groeide en groeide zijn collectie. Er zitten erg bijzondere sjaals tussen. Kijk, dit is een sjaal van uh, de ere van David Dito Masso. Dito Forever Utrecht. Davide Tommaso is veel te vroeg overleden aan een, aan een hartstilstand. Maar hoewel Rob een echte Utrechter is, komen de sjaals echt overal vandaan. Deze bijvoorbeeld. Deze sjaal is van het Russische elftal in de Sovjet-tijd. Riet, dat is de vrouw van Rob, vindt de hobby van haar man prima, zolang hij maar op zolder blijft. Ja, kijk, als ik in de huiskamer allemaal sjaaltjes zie en ik moet door de sjaaltjes alles doen. Nou, dat is. Uh, nee, 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 nee. Nee, dat zou hij niet doen. Dat toch? Of heb jij hey. gezegd van wel? <laughs> Al bijna duizend heeft hij er, maar toch vindt Rob dat zijn hobby niet uit de hand is gelopen. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt en ik heb het idee dat het nog binnen redelijke proporties is. Dus... Mm. Of niet. <laughs>